Steden zijn fascinerend omdat zoveel verschillende mensen langs elkaar heen bewegen. Ieder heeft misschien zijn dagelijkse ritme en toch moet dat allemaal bij elkaar een soort organisme vormen. Ik doe mijn onderzoek in Accra in Ghana. Accra is een van de snelst groeiende steden in West-Afrika. In 20 jaar is de stad met 2 miljoen inwoners gegroeid en is de oppervlakte bijna verdrievoudigd. Mijn onderzoek gaat specifiek over afvalverwerking, wat een hele relevante issue is in een stad waar zoveel mensen zijn bijgekomen in een korte tijd. Ja, ik ken Accra heel goed. Ik heb hier gewoond vanaf mijn 1e tot mijn 14e. Dat heeft te maken met mijn moeders werk. Ze werkte voor de VN en kreeg hier een aanstelling. En omdat mijn vader genezen is, hebben ze ervoor gekozen om hier te blijven. En op mijn 14e zijn wij dan met z'n allen naar Nederland verhuisd. Ik zit in mijn 2e jaar van mijn promotieonderzoek. Ik ben net met het veldwerk begonnen, wat betekent dat ik nu in Accra ben en elke dag erop uitga om data te vinden. Tijdens veldwerk probeer ik mijn dagen zo in te plannen dat ik 's ochtends tijd heb om experts te spreken en 's middags tijd heb om of mijn interviews te verwerken of om een wijk in te gaan en mensen te spreken over hun afvalverwerking. Accra kampt met 2 grote afvalproblemen. Ten eerste loopt het regen- en afvalwater voornamelijk door open goten. Dat is iets heel anders dan riolering. En in de regentijd kunnen deze goten dus overbelast raken en dan zie je vooral in de kwetsbare wijken in de stad veel overstromingen. De tweede probleem heeft te maken met de luchtkwaliteit. Een van de oorzaken van Accra's slechte luchtkwaliteit is het feit dat mensen hun afval verbranden. Soms rij je door de stad en zie je grote of kleinere vuurtjes gewoon voor iemands huis bijvoorbeeld of aan het einde van de straat. Wat ik met mijn onderzoek in kaart wil brengen is dat er andere manieren zijn om over de stad na te denken of om de stad te conceptualiseren. Ik denk dat een stad als Accra vaak wordt gezien in de trant van wat voor problemen hebben ze en hoe kunnen we die oplossen. Maar ik denk dat het ook interessant is om te kijken naar de onderlinge afhankelijkheden in de stad. En wat betekent het als iemand stroomopwaarts besluit om zijn afval of haar afval in de goot te gooien, maar dan verleg je eigenlijk alleen de problemen naar mensen die stroomafwaarts leven. Dit zijn de soort afhankelijkheden en de soort connecties in de stad die ik in kaart wil brengen. Faces of Science.